Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Ik weet niet, dit is onze eerste video op het kanaal. Maar goed, wij zijn Petra. En ik ben Ryan. Ik ben Ryan's oma. En ik ben oom Petra's kleindochter. Dat maar niet. Blooper. Een blooper. Bloop, die bloepen we er niet uit. Het is wel leuk. Haha, leuk. Oké, op dit kanaal zijn dit soort video's die jullie tegen gaan komen. Jullie komen video's tegen van ons, van keien schilderen. Ja. Wat voor video's komen jullie nog meer tegen? Nou, keien schilderen, verschillende technieken. Dat techniek. Uitleggen. Met sponsjes werken. Verschillende leuke tekeningen. Ook krijgen jullie een opdracht voor deze video. Ja. Probeer binnen 5 seconden te liken. En als dat je niet lukt, dan heb je geen geluk meer voor de rest van de week. Oh. Doe dat snel. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Alvast de beste wens voor iedereen die nu kijkt. We gaan beginnen met de basistechniek van een kei schilderen. Ja. Nou ja. Wij zijn nu gewoon bezig ik ben een kei aan het schilderen. Ik heb een plaatje gevonden van een kei. Maar ja, die kunnen we niet laten zien, want daar hebben we geen foto van. Ryan en ik hebben al heel wat keien geschilderd. En verstopt. Wij wonen in de Rijp en we hebben het al verstopt in het dorp. Ja. En de mensen hebben het ook gevonden en dan plaatsen ze ze op hun Facebook of zo. Maar ja, we vinden het ook leuk als jullie ze bij ons plaatsen. Ja. En zeggen wat jullie, als jullie er een gevonden hebben, ook leuk. Nou ja, je kan dus een steen schilderen in allerlei soorten kleurtjes. Wij hebben verschillende soorten verf. We hebben wat we wel gebruiken is altijd de acrylverf. In groot en klein. Grote tubus, kleine tubus. Er staat ook altijd op acryl. Zien jullie dat? Acrylverf. Ik denk niet dat ze dat zien, want je houdt het verkeerd om. Oké. Je moet hem zo even voor de camera houden. Oké, en je hebt het in alle... Er staat acryl, maar dan op verkeerde mond. Ik denk niet dat jullie dat nu goed kunnen lezen. Maar... Nou ja, acrylverf, dat is overal te koop. Waar wij ze altijd kopen, is tegenwoordig gewoon lekker bij de Action. Altijd goed. Of bij bol.com. Of bij bol.com. Wat we ook doen hebben, dat zijn alle soorten kwasten. Van dik naar klein, groot. Wat je ook maar wil, dat is heel belangrijk. Natuurlijk een kwast om de stenen in te schilderen. Ja. Maar goed, we hebben nu alles uitgelegd wat we gaan doen. Een potje om je verf in te doen. Ja. En natuurlijk altijd een bakje water. Ja. Als je dat bakje water hebt, dan kun je altijd na het verven je kwast afvegen. En als je de vorige keer je kwast hebt gebruikt en er staat nog opgedroogd verf aan, doe hem dan zeker in het bakje met water. En dan met papier weer even lekker afvegen. Ja, want als je het kwastje in het bakje water doet, dan wordt het niet meer hard. Dan wordt de verf niet meer hard, want ik zal eens even kijken of ik een kwast erbij kan pakken die we al hebben gebruikt en die hard is. Zoals deze. Kijk, hij is lastig te buigen. Ja. Dus dan doe je hem in het water. Gedaan. En kijk eens. Dan doet hij het weer. Ook wat ik even mee wil geven. Wij hebben in een bepaalde soort steen, op een bepaalde soort steen hebben wij, hele dachten wij, leuke edelsteentjes erop te doen. Maar dat is dus verboden. Je mag niet met steentjes in de natuur. Dat eten de beestjes op. Dus wat doen we daarmee? Weg. Of je bewaart de steen. Of voor iets anders. Voor thuis. Je kan natuurlijk ook gewoon deze stenen maken. Die op een steentje doen. Je kan die stenen gewoon in een huis houden. In een cadeautje doen. Aan iemand geven. Ja. Je kan ze ook natuurlijk gewoon voor de lol maken en dan aan het goede doel geven of zo. Precies. Dat kan allemaal. Maar goed, Brian en ik hebben nu allebei... Oma Petra gaat jullie uitleggen wat je moet doen. En dan pak ik alvast even de steentjes en ga ik even mijn handen wassen voor het begin. Brian en ik hebben allebei een steen zwart geschilderd. En die hebben we goed laten drogen. Dit hebben wij wel 2 keer gedaan. 2 keer. En waarom 2 keer? Omdat hij anders niet goed dekt. En echt zwart is gewoon mooier.
Dus dat. Dan vinden wij het heel leuk, want dat zijn we vergeten te vertellen, Ryan, dat we ook nog stiften hebben. Oh ja, tuurlijk. Dat was we vergeten. We hebben ook nog in deze bak, alle kleuren, zien, stiften. Acrylstiften. Ook en acryl. Die hebben we zo en zo. Oh, dat is acryl. Zo één, zo één. Zo één. En de een heeft een dunne punt. De andere heeft een wat dikkere punt. Dikkere punt en nog een heel dun puntje. Zie je? Dus dat is om mooie lijntjes en zo te maken. En om het mooi in te kleuren. Want dat kan makkelijk op zwart of andere kleur. Hebben we hier nog een steen om te laten zien? Nou, er ligt nog een dotsteen op de vensterbank. Hey. Ryan gaat even steen pakken. Dit is dus dotten. Dit krijg je nadat je hebt gedot. Ja. Mooi, hè? Wij vinden het mooi. Oké. Nou, dan gaan we beginnen, Ryan. Genoeg uitgelegd. We gaan gewoon lekker beginnen. Wat gingen wij doen? Wij gingen een steen maken. En wat gaan we maken? Ja. Een voorbeeld. We gaan dit keer gaan we zelf geen voorbeelden bekijken, want anders stopt de video en dat is niet leuk. Dus we gaan zelf wat verzinnen. Ik ga denk ik met goud of met zilver iets doen. Dat vind ik wel leuk. Ik ga met wit iets doen, denk ik. Ik denk ook met goud en dat soort kleuren. Dus, mag ik even de bak met de stiften erin? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Nou, dan zou ik zeggen, doe thuis lekker mee. Maak er wat leuks van. Mm-hmm. Je hoeft het ook niet mee te doen. Je kan ook gewoon deze video kijken en denken van, ja leuk, doe het een ander keertje als ik in quarantaine is. Dus ik ga lekker beginnen kijken. Deze stift ik doe. Oh ja, trouwens, wat ik zou doen om handig te maken. Pak even een papiertje, een blok, een kladblok erbij. Ja. Om even te testen of je stiften het doen. Want voordat je een stift gebruikt, schud altijd even met de dop dicht naar beneden, zodat het ink naar beneden kan zakken na de dop. Ja. Ja, even kijken. Doet deze het goed? Nou, deze wit werkt niet. Ja, alleen als je goed op drukt. Die is goed hoor. Ik denk dat ik een andere wit ga pakken. Deze wit wil niet meewerken, dus dan pakken we deze lekker. Deze is wel goed. Helemaal nieuw denk ik nog. Oh, ik moet even het plasticje eraf halen. Oma het even doen? Ja hoor. Sorry voor al de ongemak en de uitleg. We hadden voor het nieuwe jaar allemaal nieuwe stiften gekocht. Mm-hmm. Oh, wacht. Even iets doen. Mag dat niet? Mag. Oké. Ja, ik heb dus nu wel een zwarte steen. Maar wat ik erop ga tekenen, dat moet ik nog even bedenken. Ik denk dat ik eerst een rondje ga tekenen, een wit rondje met daarin nog een zwarte stip en in die zwarte stip weer wit en op dat wit allemaal kleurtjes ga doen, zodat je een soort 3D oog krijgt. Of ik denk dat ik op het zwart pas niet echt kleuren denk, maar mijn oma is bezig met... Een nieuwe stip moet je altijd heel erg goed schudden. En daarna, als je dat doet, druk hem even een paar keer goed in. Oh, sorry voor de blaadjes. Die duurt een beetje lang. Zorg dat je bij acrylstiften, zorg dat je altijd blijft drukken totdat je ziet dat de inkt naar beneden komt. En dat je kan verven. Stiften, euro, wie dat moet doen. Doet hij het al? Ja, mijn doet het aardig.
maar niet echt heel goed. Nee. Al die wit doet dan allemaal niet zo goed. En daarom gaat dit ook heel erg mis. Gaat het mis? Denk ik niet hoor. Ik moet het inkleuren nog. Maar je ziet wel nog heel veel zwart ervan. Kijk maar. Ja, wat wil je nou precies doen? Ik wil een witte cirkel tekenen. Een cirkel of een oog? Een witte cirkel. Wat een rondje wordt dit. Ja, en daarom kon ik dan... Daarin kon ik dan... Pak eens een andere... Pak eens... Wacht even. Nee, die doet dat niet. Ik dus kijken of ik deze steen kan verven met waar is de dop van deze divisie? Dankjewel. Moet het een hele cirkel worden, een rondje? Ja. Ik denk dat ik ook even dit papiertje gewoon ga pakken en dit zwarte dot. Dit is een beetje veel zwart opgedaan. Oké, ik heb nu de zwarte steen klaar. Een andere die ik alvast van tevoren heb gemaakt. Dus wat zal ik erop gaan tekenen, oma? Ja, wat vind je leuk? Wat moet ik hierop doen? Oh, ik heb iets voor jullie. Zo bedoel je hem? Ja, maar laat maar. Moet hij ronder? Ja, dat wel. Ik pak even de rood erbij. We zijn helemaal niet voorbereid. Dood. We zijn totaal niet voorbereid, dat hadden we eigenlijk moeten doen. Dit is helemaal niet goed. Abonneer alsjeblieft, zodat we de volgende keer zorgen dat we zijn voorbereid. Even googlen. Ik heb hiervoor een hele dunne. Een leuke steen te schilderen kan je ook natuurlijk even googlen. Oké, schilderen. Mijn oma is niet heel goed in Engels. Zoals je hoort. Ze zegt Google. Nou, het is gewoon Google hoor. Ja, maar je zegt Google. Nou, het maakt niet uit. Dat begrijpen ze wel. Nou, wat is Google? Ik kan zeggen, ik koekeloe hier. Ik koekeloe daar. Van Moffel en Pier. Ik weet niet of jullie dat nog kijken. Oma koekelt gewoon. Oké. Jullie snappen het, hè? Zo ja, duimpje omhoog. Ja, doe het ook zeker. Voordat we boos op jullie worden. En dan komt een killer clown naar je huis toe. En die zegt zo, ben je al geliked op de eerste video? Nee, zo bedoel je? Van ik heb een van maken met poesenogen. Ook goed. Wie gaat deze dan doen? Jij of ik? Jongens, ik ben nu bezig met deze steen. Zoals je ziet, is hij niet bepaald rood. Hij lijkt voor jullie bruin, maar hij is rood. Maar in mijn kleur zie je niet echt dat het rood is. But alright. Gewoon even lichte lijnen kleuren. En ik ga dus op deze steen dotten. Die ik nu heb. Deze steen ga ik op dotten. Op rode kleur. Dat schijnt dus heel mooi te zijn. Dus nou, ik hoop maar dat het zo is voor diegene die dat zei. Anders komt er ook een kleine clown naar zijn huis toe, toch oma? Ja, zeker. En wat doet hij dan? Ik grijp je. En wat doet hij dan met je? Ja, dat weet ik ook niet wat hij dan met je doet. Misschien wil hij wel een spelletje spelen. Oh, dat kan ook. Misschien Rummikub. Misschien wil hij wel keien schilderen. Misschien wil hij Rummikub doen.
Dat kan ook. Misschien wil hij tv kijken, misschien wil hij Minecraft spelen. Misschien wil hij helemaal niks doen. En dan komt hij gewoon naar je deur van, hey, mag ik een pleister? Mevrouw heeft een zwaar wondje. Hè? Alles kan tegenwoordig. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. Maar dan zie je een steen, die ligt er al een tijdje. Die gaat ook niet bepaald snel. Deze. En voor jullie lijkt het weer bruin, maar ik ga kijken of ik hem af. Oh, top. Hier kan ik dus op verder gaan. En er komt een boodschap die voor jullie bedoeld is. Top. Er komt een boodschap op die voor jullie bedoeld is, jongens. Oh. En dat is? Dat is dat, man. Dat is het geheim, hè, oma? Geheim. Waarom wil die stift niet werken? Geheim van de smid. Als je in plaats van nou eens even stil wil zitten, dan kan oma ook nog wel rustig verven, hè? Want nu schiet elke keer je bent zo druk dat oma niet eens rustig iets kan doen. Ik weet niet. Ik ga even deze zwart pakken. Ik hoop dat die beter werkt. En dan heb ik even kijken welke punt ik nodig heb. Ik denk dat ik het best deze kan gebruiken gewoon. Ik ga zwart op deze rode steen doen. Oh, dit is grijs. Zilver is dit dus. Staat ook echt niet op welke kleur het is. Nou, ik zeg precies dat het grijs is, of niet? Nou, hallo. Je ziet wel een grijze dop. Oh, ik dacht dat het om de stift zelf ging. Haha. Blond ben ik. Beetje Nou, dan moet ik maar deze soort stift pakken. Ja. Kom even hierheen, zwarte stift. Nou, kom maar. Praat eens tegen de kijkers. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Ja? Mag ik even groen? Ja hoor. Nou, zeg het even. Ja. Mijn oma had muizen in haar huis. Dat is helemaal leuk. Ja, hè, jongens. Eerlijk waar. Kijk dan, die muis. Die kat heeft ogen. Green eyes. Laat even zien aan de kijkers wat oma heeft gemaakt. Kijk eens. Groene ogen. Leuk, hè. We willen natuurlijk dat jullie abonneren, toch? Tuurlijk. Want we gaan deze video voor de hoeveel likes? Nou ja. Laten we zeggen, we zijn net begonnen, laten we zeggen voor de 15 likes. Zeker, zeker. 15 likes, we zijn net begonnen. Dus misschien lachen jullie ons wel hartstikke uit. Zijn jullie dat aan het doen? Eerlijk waar, zijn jullie ons aan het uitlachen? Zijn jullie ons aan het uitlachen? Ja, morgen zit ik aan de overkant van de straat met die tafel. Ho! Even deze stift goed maken, zodat ik weer kan kleuren. Zo! Die stank. Thank you.
Kijk eens. Erg leuk, manieus. Nou, laat ze maar kijken zien. Is toch mooi? Enig, hè? Ja. Poesje mouwen. Wat heb Brian gemaakt? Nog niks. Oh, wat is dat dan? Dat moest iets worden. Wat moest dat worden? Niks. Mogelijk ergens niet weten. Nou, we stoppen er even mee. Hey. We gaan nog even het een en ander doen. En we moeten nog een beetje bijleren. En als we wat meer weten, komen we terug. I see you. Mik, mak, mok. Doei. Doei. En abonneer, hè? Dat niet vergeten. Sandra, ik zie dat jij kijkt. Abonneer even. Ja? Nee, hè? Voordat je weggaat, abonneer. Oké. Toppie. Doei.